Zo, daar zitten we dan. Eindelijk. Gaan we een filmpje opnemen? Ja, stel je eens voor. Goed. Ik ben Sarissa Willemszak. Ik woon 8 jaar in België. Ik ben verhuisd van Suriname naar België. In het dagelijks leven ben ik een douanedeclarant. Mm-hmm. En 's avonds schrijf ik gewoon op mijn blog verder. Ik ben verder getrouwd en ik heb een zoontje van 4. Oké, zo. Zijn mond vol, hè? Ja. Je schrijft een blog over... Wat zijn je onderwerpen? De volledige niche is eigenlijk Surinamers in België. Dus het is echt vanuit mijn standpunt de ervaringen van Surinamers in België. En zou denken... Dat is niet speciaal aan. Mm-hmm. Je hebt Surinamers in Nederland, je hebt Surinamers in Suriname. Mm-hmm. Maar ik vind het wel belangrijk om nog altijd de ervaringen hier te delen, omdat mensen niet echt een beeld hebben van Surinamers. Belgen kennen Surinamers niet zoals de Nederlanders dat kennen. En ik vind het ook belangrijk om gewoon Surinamers, gewoon als gemeenschap, een beetje positiever in beeld te brengen. Want je moet eens proberen om Surinamers in België als zoekterm in te geven in Google. Mm-hmm. Wat vind je dan? Drugs? Laat me eens doen. Surinamers in België of zo. Surinamers in België. Ik heb ingetoetst Surinamers in België. En wat ik als eerste krijg is... Even in België wonen levert Nederlandse papieren op. Surinamers in België, die Facebookgroep. Ja, maar ik denk dat dat een andere Facebookgroep is. Dat is een Facebookpagina. 6 misvattingen over Surinamers in België. Net als mijn blog. Ja. Nu, dat is al positief dat erop staat. In plaats van nog een grote drugsvangst in Antwerpen. Ja, mensen weten niet echt veel over Surinamers. En Surinamers in België die komen niet echt, naar mijn mening, positief genoeg in beeld. Maar hoe denk je dat het komt? Dat Surinamers nog niet echt een bekendheid hebben in België? Dat zo... Eén, we zijn een kleiner gemeenschap. En die verbondenheid of eenheid die er in Nederland is onder de Surinamers, die heb je niet zo in België. Ik denk ook dat, ja, dat hangt er ook een beetje vanaf met welke bedoelingen de Surinamers hier natuurlijk zijn. Hè. Mm. Soms is het effectief gewoon even voor papieren, tot ze terug naar Nederland kunnen gaan. En ja, en dan val je niet op, hè. Dan doe je niets en je integreert je niet en ja, dan blijft het. Je blijft gewoon altijd onder de radar. Ja, maar want de Surinaamse gemeenschap is vrij klein, want ik heb gemerkt. Maar de gemeenschap die er is die heel, heel hecht met elkaar? Of wonen ze heel verspreid over... Ze wonen heel verspreid, maar er is natuurlijk een heel grote groep in Antwerpen. Maar dan heb ik ook nog het idee dat die niet al zozeer... Ja, jij woont in Antwerpen, hè? Dus... Ik zie ze niet. Ja, zie. Of het zijn dan vaak Bosland-Kriolen. De mannen zie ik dan meestal dan bij Sint-Jansplein of zo. Ah, ja. Een beetje hangen en een rozenveld. Een beetje hangen. Ja, maar verder... Ik moet ze echt zoeken, want ik zie ze gewoon niet. Ja, maar ze zijn er blijkbaar wel, hè? Want ja, ik zou denken, juist in Antwerpen, dat je het vaker meemaakt om een Surinamer te zoeken. Hier in Mechelen, Ik heb nog niet één Surinamer gevonden die in Mechelen woont. Sinds dat je hier woont, heb je geen één? Niet in Mechelen. Ja, Mechelen is geen Antwerpen natuurlijk. Nee. Maar als ik hier één zou vinden in Mechelen... Ik klam die vast en ik zeg vanaf nu ben jij mijn vriend en jij gaat nergens. Maar ja, in Antwerpen is dat blijkbaar dan niet zo. Ik zou denken van wel.
Maar er zitten wel heel veel Surinamers in Antwerpen. Ja, want als ik mensen spreek of zo, of andere Surinamers die dan naar België zijn verhuisd, dan hoor ik vaak wel dat ze in Antwerpen zitten, studenten vooral. Ja. Maar dan toch zie ik ze niet, misschien dat ik zelf ook niet vaak buiten kom. Vaak hoor ik wel van dat ze dan in Geel wonen of in Mol. Mm. Geel, Antwerpen, Turnhout. Turnhout, ja, hoor je ook. Ja, dat zijn de grote steden voor Suriname. Maar waarom daar dan juist? Ik weet niet. Is dat niet omdat dat wat dichter bij de Nederlandse grens is? Ik weet, bij Antwerpen is het de directe treinverbinding. Mm-hmm. Geel? Geel is ver, hoor. Ik weet het. Ik ben er één keer naartoe gereden. Het is gewoon de andere kant van België, ja, dat voor is mij echt, toch? Ja, geen idee eigenlijk. Zou ik eens moeten vragen aan de Surinamers in Geel? Ja, maar waarom kies je daar dan voor? Is het dan omdat het goedkoper is of zo? Of betere, ja, meer baangarantie? Nee, dat weet ik echt niet te zeggen. Daar heb ik echt geen beeld op. Nee, maar... Hoe dan ook zou ik willen dat de mensen wat meer... toch gewoon wat eenheid tonen. We zijn al zo'n kleine gemeenschap. Mm. En je zou denken van, tof. Kunnen we... Maar wat denk je dat er nodig is om toch die saamhorigheid te creëren hier? Om bij elkaar te komen? Wat hebben we nodig? Ik denk dat het al begint bij de instelling. Van, wil je hier aarde? Wil je hier mensen leren kennen? Wil je hier nog in contact blijven met Surinamers? Want ik heb een paar keer al de opmerking gehoord van voor de Surinamers die hier al gesetteld zijn, ze willen dan niets te maken hebben met andere Surinamers. Dat is een opmerking die ik heb gehoord. Ja, waarom dan? Alsof je dan vlucht voor je eigen... Ja, ja. Wat dan ook, ja. Ik weet het niet. Dat is nu de opmerking dat ik heb gehoord. Oh, nu, voor mij is het helemaal anders. Als ik een Surinamer ontmoet, dan ben ik echt in de wolken. Ja, ik denk dat ik... Hey, I know you. Yeah, same. Ja, ik vind het fantastisch. Want toen ik pas hier was, dan waren er geen Surinamers in de buurt. Ik vond er geen. En dat is ook een beetje de reden waarom ik zo een aantal jaar terug die Facebookpagina heb gemaakt. Gewoon om andere Surinamers te ontmoeten. Gewoon om een beetje houvast te hebben van... dit is thuis in België. Want anders dan vlucht ik naar Nederland om me daar thuis te voelen. Maar het zou tof zijn als je hier woont in België en iemand hebt die gewoon eens al op de achtergrond heeft. Ja, herkenning. Ja. Dus ik richtte die groep een beetje in de hoop andere Surinamers te leren kennen. Dus voor degene die ik ken, ik wist via... Nu, na een jaar in België had ik een paar ontmoet. En dan had ik een vriendin die werkte in hetzelfde bedrijf waar ik als uitzendkracht was. Mm-hmm. En via haar leerde ik nog een paar andere Surinamers. Dus wat ik toen deed, is naar die mensen als een verzoek sturen voor in die groep te komen. En zeggen, kijk, als je nog iemand kent, voeg die toe. En zo is het een beetje beginnen groeien. En het is heel lang stilgebleven. Mm-hmm. En ik postte af en toe nog iets, gewoon in de hoop dat... Ja, die mensen een beetje iets van interactie tonen, maar ook alleen voor het feit van je ervaringen te kunnen delen. Ja, 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 ja. Want ik denk dat als je pas verhuist naar België, dan is het toch fijn om te weten dat je echt niet alleen hier bent. Ja. Vond je het leuk? Vergeet natuurlijk niet te liken en natuurlijk te abonneren op mijn YouTube-kanaal. En jouw blog, wat is dat? Prodomissie.com. Oké, tot de volgende. Bye. Ooh.